Ons het nog een aflevering van Praag TV se nuuskommentaar. Vanavond gaan ons een beetje praat oor die situasie van Israël in die wereld, die stand van die land en sy invloed. Dat is ook al die problemen rondom Israël. Aan my sy is my vrou Karen Rood, sy is die redaktrice van Praag.co.za en ook een kenner van internationale aangeleenthede. Karen, goeienaand. Goeienaand, dankie Danny, Vlaaiman. Nee, ek geniet het maar, dat is een stokperkie. Ja, dit is my interessante probleem wat Israël nou mee te kamp het. Ek dink soos vele lezers wat Israël dophou weet, kom daar eerstdaags een stem in die algemene vergadering en die veiligheidsraad oor die Palestijnse kwestie. En Israël is redelijk bekommer daar oor. Waarom, hoekom is dit so belangrijk, die stemming waar aan plaas? Wel, dit gaan leid tot die twee staat oplossing. En Israël is verdeel binnenlands oor die twee staat oplossing. Met andere woorde, daar gaan een Palestijnse staat wees en een Israël. Dis reg. En die stem in die Veiligheidsraad gaan nie so seer oor die erkenning van die staat nie, maar dit is een soort de facto erkenning van die staat indien die Palestijnen slaag met hierdie aansoek jy weet, om hulle self as een onafhankelijke groep te erken te kry. Maar dat is natuurlijk nou op die ene die geweldige propaganda rondom apartheid Israël en absoluut, die Palestijnen ja, slagoffers absoluut. Voor te stel, nee, net soos wat het gedoen is in die 80er jare om die vertrekking tot Zuid-Afrika. Ja, nee, die Israëli's is bezig om weliswaar herhaling te sien van wat in die 80er jare in Zuid-Afrika gebeur het en ook die verdeling in die binnenlandse politiek tussen links en rechts, die mense wat wil saamwerk met de internationale oplossing en die mense, die Israëli's rechtse groeperinge, soos Netanyahu, die premier, wat voel dat Israël, jy weet, hulle onafhankelijkheid en moet behou en dat de Palestijnse staat binnen Israël een bedreiging vir Israël inhou. Nou goed, die staatkundige probleme is natuurlijk heel reg teenoorgesteld is wat Suid-Afrika en Suid-Afrika bou die internationale gemeenskap nie die TBVC-state erken nie, terwyl in Israël is dit omgekeerde problematiek in terme van die staatkunde. Maar ek dink, maar hoekom is Israël so strategies so belangrijk? Maar dis juist waar ek vanavond wil praat, dis verskriklik interessant, want die National Security Council Principles Committee is een baie invloedryke regeringsorgaan in die VSA waarop Robert M. Gates, hy is een voormalige hoof van die Weermacht sit, het onlangs gesê Israël is ondankbaar. Israël is ondankbaar want Amerika deel jy weet, hoë vlak intelligentie met Israël, kwaliteitswapens, en so meer, maar die VSA kry niks in ruil daarvoor. En wat hy eigenlijk daarmee suggereer is, die Israëli's hou vast aan een onafhankelijke Israël, sonder een Palestijnse staat in hulle midden. En dis eigenlijk wat hy suggereer. En nou met Israëlse toenemende isolatie, wat ooreens nie met Suid-Afrikase isolatie in die 80er jare, is daar allerlei interessante dinge, want onder meer is die VSA ook bezig om hierdie kwaliteitswapens in allerlei in Turkije beskikbaar te stel. Nou, natuurlijk baie naweek. Ja, en die week in die nuus in Israël was generaal Eyal Eisenberg aangehaal waar hy gesê die waarschijnlijkheid van totale oorlog groei te neem het. Een totale oorlog rondom Israël. Absoluut. En ek dink hy het eindelijk bedoel die Midde-Ooste, want wat hy sê, hy het in verwysing na die Arabiese lente gesê, ons stuur af op een radikale moslim winter. Dit is interessant. Dit is sterk woorde. Nou goed. Maar hoekom is daar een gevoel dat Israël vir Iran gaan aanval?
Ek bedoel, dit ook... Wel, dit gaan, dit gaan rondom die Iranse kern... jy weet, hulle kernontwikkeling, want hulle is bezig om wapengraad plutonium te verfijn in hulle reactors, en wat hulle in staat gestel om kernwapens oor kernwapens te beskik. En Eisenberg het juist gesê, jy weet, die totale oorlog was een verwijsing na wapens van massavernietiging, met ander woorde kernwapens. Ek sien, en natuurlijk Iran is so geplaas in die golf, dat hy die straat van Hormuz kan afsny. Ja, Iran is bezig om, soos ons... Die straat van Hormuz is daar die klein gedeeltekie waar die olietankskepe beweeg, deurbeweeg, tussen die golf en die rest van die wereld. As die straat van Hormuz afgesny word, dan kom die wereldse energie, wel, sê maar 50% van, ten minste van die wereldse energiebronne word net daar afgesny. Ja, selfs meer. Met andere woorde, oorlog tussen Iran en Israel kan geweldige geopolitieke en ekonomiese implikasies. Ja, ja, en ek dink dit is waarna Eyal Eisenberg verwys het, is juist, jy weet, dat dit enorme implikasies vir die wereld kan inhou. Ek was ons verlede jaar, in juli augustus was ek in Israel gewees, uiters interessante besoek. Maar wat my getref het ook oor Israëlse geskiedenis is dat dit het dan eintlik saam met die westerse geskiedenis. Want in die middeleeuwe het die weste in Europa begin ontwikkel. Toe, wel dit is eintlik nog een onderwerp, dit is gemaakt, die hele ekonomiese opkomst van Europa tydens die middeleeuwe wat juist gepaard gegaan het met die kruisvaarte. Want omdat hulle moes, al die ridders moes gaan oorlog maak in Israel, het hulle eindelijk een hele bankstelsel ontwikkel en so voortgegaan. Maar ek kry half die gevoel vandag in die wereld, dat die druk waarin Israel verkeer, is baie diezelfde so druk as waarin die Weste verkeer tans. En is amper asof die voortbestaan van die Weste ook voor afhang van die voortbestaan ja, van Israel, want die Westerse identiteit het as het ware begin, as ons nou die Grieke en die Romeine by te rekening laat, maar in die vroege middeleeuwe met die kruisvaarte, want dit is toe waar die Duitsers en die Franse en die Britte en die Engelse Spanjaarde allemaal saam begin optreed teen die moslim uitbreiding wat die heilige land verloor het. En soveel duisend jaar later, wel, seker nie honderde jaar later liever, maar jy weet, centreer het nog steeds om Jerusalem, is dit nie interessant? Ja, is geweldig interessant, het wees nie vir jou wat ek ook al dikwelse sê, dat die geskiedenis herhaal homself, oor en oor, sowel internationaal as in Suid-Afrika. Wel, dit was dan nog een aflevering van ons nieuwskommentaar op Praag TV. Ons hoop jy het allemaal geniet, skryf, ons sal ook een skakel oplaai op praag.co.za. Jy kan daar kommentaar lewer en vir ons boodskappe laat en vir ons sê wat jy daarvan dink. Jy kan ook, dit sal ook op Facebook beskikbaar wees, jy kan insgelyks op Facebook kommentaar lewer, laat ons weet hoe jy daarover voel en ons beplan binnenkort om nog sulke opnames te doen en sulke besprekings te hê, om so doende te sorg dat die alternatieve media ook in die vorm van video op die internet sal leef. Ons wens jy 'n aangename aand toe.